Lang geleden heeft geloof ik Vestdijk een opstel geschreven. Of misschien was het wel een bundelopstel, of misschien waren het wel verhalen of een roman, dat weet ik niet meer. Maar het was in ieder geval een boek en dat boek dat heette Het Eeuwige Te laat. Ik heb dat altijd een prachtige titel gevonden, want veel dingen komen te laat. Vroeger bijvoorbeeld wilde ik ontzettend graag ijsjes eten, maar ik had geen geld om ze te kopen. Tegenwoordig heb ik geld in overvloed, maar ik heb niet zo erg veel zin meer in ijsjes. Ik lust nog wel en ik koop er ook wel eens een, maar vroeger zou ik er met gemak twintig per dag hebben opgekund, terwijl ik nu misschien eens in de maand een ijsje consumeer. Vroeger wou ik ook graag een echte auto hebben, maar ik kon me alleen een lelijke eend permitteren. Ik spreek nu van twintig jaar geleden. Die eend die kon tegen de wind in net de zestig kilometer niet halen. Nu ben ik zo rijk dat ik op afbetaling best een rover of een tweedehands jaguar zou kunnen kopen. Maar nu doe ik dat niet, want het kan me niet zoveel meer schelen. Als ik een nieuwe auto koop, maak ik zelfs niet eens een proefrit meer. Alles komt te laat. Het scherpst heb ik dat gevoeld toen ik 15 jaar geleden in Moskou een encyclopedie van Brockhaus Efron kocht. Dat is een beroemde Russische encyclopedie, die in de jaren omstreeks 1900 in Rusland verschenen is, 86 delen. In die tijd werden er in Europa nog echte encyclopedieën gemaakt. De artikelen in die encyclopedieën werden nog geschreven door echte geleerden. De stukken over scheikunde, bijvoorbeeld in die Brockhaus en Efron encyclopedie, zijn geschreven door niemand minder dan Mendeleev, de beroemde Russische chemicus die het periodiek stelsel der elementen heeft uitgevonden. Kortom, in encyclopedieën uit het begin van deze eeuw vind je geen modieuze kletspraat, maar echte degelijke informatie. Je kan er bijvoorbeeld in opzoeken hoe het differentieel van je auto werkt. Sinds ongeveer 1940 is het mijn innige wens geweest om zo'n encyclopedie te bezitten. Twee bibliotheken in Amsterdam hadden er een. En elke keer als ik daar in die in e Front keek, dan dacht ik bij mezelf, oh, als ik het toch eens beleven mocht dat ik zelf zo'n encyclopedie had en niet meer voor alles wat ik op wil zoeken naar de bibliotheek moet. En opeens, in 1968 in Moskou, Deed zich de gelegenheid voor om die encyclopedie in goede staat voor betrekkelijk weinig geld te kopen? Ik wond me over die aankoop geweldig op. En ik had toen in Moskou een vriend, een Russische dichter, die toevallig in diezelfde dagen ook zo'n encyclopedie kocht. En die ook al sinds zijn 18e jaar ervan gedroomd had die 86 delen te bezitten. En op een dag ontmoetten we elkaar en vertelden we elkaar dat we erin geslaagd waren die droom uit onze jeugd te verwezenlijken. En vreemd. Allebei hadden we het gevoel te laat. Natuurlijk, we vonden het fijn dat we die encyclopedie hadden, maar onze vreugde werd getemperd door het besef dat die vreugde twintig jaar eerder oneindig veel groter geweest zou zijn. Alles komt te laat, zei mijn Russische vriend. En hij citeerde een Russische dichter die gezegd heeft: alles komt te laat: geld, roem en liefde. Dat verschijnsel nu, dus dat je iets waar je erg naar verlangt hebt. Krijgt op een moment dat je het al haast niet meer gebruiken kunt, dat verschijnsel treedt soms ook in het grote op. Bijvoorbeeld, een van de mooie dingen in ons land is het rijden. Op goed ijs door een Hollandse polder te rijden bij een mistige zon en met tegenliggers die je aan dat geheimzinnige de brommen van het ijs al hoort aankomen voor je hun schaatsen hoort krassen, dat is iets waar alle wintervakanties in Oostenrijk, Italië en Frankrijk en alle zonnige stranden op de Balearen en op de Canarische eilanden bij het niet verzinken. En iedere rechtgeaarde Hollandse jongen, zelfs al zijn zijn leden wat stram geworden, begint omstreeks Sinterklaas naar de lucht te kijken en de weerberichten te lezen met de gedachte, wordt er dit jaar nou gereden of niet? En wat gebeurde er nou dit jaar? December ging voorbij, januari ging voorbij en het wou niet vriezen. Of niet langer dan een dag of twee dagen en niet meer dan een paar graden. En verder was het steeds van dat warme, regenachtige Sinterklaasweer. En toen in februari gebeurde het wonder. Een dag of tien achter elkaar hadden we schitterend schaatsweer. Zonnig, helder winterweer, een paar graden vorst, heldere nachten, mistige morgens, rijp aan de bomen. Alleen de schaatsenrijders ontbraken. En die bleven ontbreken, want het schaatsenrijdersweer was een maand te laat gekomen. Het weer dat we nodig hadden was er wel, maar dat weer was niet in staat om de resultaten te bereiken die zulk weer in januari wel bereikt. De temperatuur van het Nederlandse water was door de kwakkelwinter te hoog gebleven en het mooie winterweer kwam te laat om daar nog iets aan te doen. De vaarten bleven open, de schaatsen bleven in het vet, alles komt te laat.